Ik ben Jantien van Hoeven, ik ben advocaat op het gebied van contracten, onderneming en aansprakelijkheidsrecht bij Adriaans van der Wil Advocaten. Ik ben Nicole Geensen, ik ben directeur private banking bij Van Lanschot in Zeeland. Mijn naam is Paul Erts, ik werk ook bij Van Lanschot als private banker. Ik ben Talita Volkier, ik ben 36 jaar, werkzaam voor Baker Tilly, inmiddels doorgegroeid naar de functie manager in de MKB-samenstelpraktijk. En ik ben Sander van Gelderen, 49 jaar. Gedurende 25 jaar al werkzaam als belastingadviseur. En ik geef samen met Talita allerlei adviezen aan cliënten. Mijn naam is Tim van den Berg van Zeeland Business, organisator van het Zeeuws Familiebedrijf van het jaar. Zeeland Business is een ondernemersplatform gespecialiseerd in het zichtbaar maken van bedrijven en het verbinden van ondernemers. Dat doen wij door het aanbieden van eigen media, door het organiseren van zakelijke bijeenkomsten en door onze online activiteiten zoals website, social media en onze tweewekelijkse nieuwsbrieven. Daarnaast geven wij ook strategisch marketingadvies aan onze klanten. Van Lanschot is de oudste private bank van Nederland, onafhankelijk sinds 1737. En we houden ons bezig met vraagstukken rond opbouw en behoud van vermogen. Ja, daarnaast bedienen we voornamelijk beleggende klanten. En op het moment dat klanten beleggingen bij ons onderbrengen, gaat onze aanvullende dienstverlening open. Als je kijkt naar onze beleggingsproposities, hebben we naast vermogensbeheer ook beleggingsadvies. En dat is al tegenwoordig redelijk uitzonderlijk. En daarnaast bieden wij allerlei maatwerkoplossingen. Adriaans van der Wil Advocaten is het grootste advocatenkantoor in Zeeland. En we hebben vestigingen in Terneuzen, Middelburg en Rotterdam. Adriaans van der Wil kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Baker Tilly is werkzaam in de financiële dienstverlening, zowel in Nederland als internationaal. Daarbij moet je denken aan financiële administraties, het opstellen van jaarrekeningen en het adviseren van klanten over bedrijfsvoering. Ja, en naast advisering over bedrijfsvoering staan wij klanten bij met belastingadvies, met bedrijfsopvolgingen, juridisch advies. Eigenlijk advisering in de breedste zin des woords aan ondernemers. Baker Tilly heeft in de klantportefeuille enorm veel familiebedrijven. En wat wij zien is dat zij van enorm groot belang zijn voor de Zeeuwse economie en daarmee ook de arbeidsmarkt. Familiebedrijven die werken echt met een langer termijn perspectief en zijn een ontzettende goede werkgever. En daar zijn de familiebedrijven zich niet altijd van bewust. En door de awardshow willen wij de familiebedrijven echt een podium geven. Wij ondersteunen dat omdat wij ons daar heel erg in herkennen. Van Lanschot was voorheen ook een familiebedrijf. Wij hebben erg veel respect voor ondernemers die een familiebedrijf hebben. Ze zijn vaak heel erg creatief. Ze zijn gewend om in te spelen op veranderingen. Wij als Van Lanschot herkennen ons daarin. Ze zijn vaak meer dan gemiddeld betrokken bij hun klanten en ook bij hun personeel. De advocaten bij Adriaans van der Wil Advocaten zijn betrokken en betrouwbare sparringpartners voor ondernemers, waaronder ook veel familiebedrijven. Adriaans van der Wil bestaat meer dan 117 jaar en we hechten dus veel waarde aan duurzame relaties. En daarnaast hanteren wij ook in de dienstverlening de toegankelijkheid en betrokkenheid die je vaak ook terugziet bij veel familiebedrijven. Ja, familiebedrijven en Zeeland, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Familiebedrijven zijn wat mij betreft de hoeksteen van de Zeeuwse economie. Ze zorgen met hun lange termijn visie en stabiliteit voor een belangrijk deel voor de economische groei in Zeeland. Dus we zijn heel blij dat ze er in grote getale zijn. Veerkracht bij familiebedrijven, dat zie je heel erg goed terugkomen in het financiële behoudende beleid dat wordt gevoerd. Maar ook de focus op het behouden van mensen, het beschermen van mensen, de activa die beschermd wordt. Maar ook de kenwaarden die binnen de organisatie geldend zijn. En door om te gaan met ontwikkelingen en veranderingen in de markt, maar toch vast te houden aan die kernwaarden die voor een familiebedrijf belangrijk zijn.